bedreigd of werd bedreigd, dus ja, door de onderwereld. Dus dat is ook weer ja, ook weer een veel in het nieuws. Hallo, welkom weer bij een nieuwe vlog van mij. Ja, het is even ja, vrijdag. Ja, gaat wat veranderen op mijn kanaal. Er gaat wat veranderen op mijn kanaal. Ik heb even, ja, even over nagedacht. En ja, ik kijk hoor, van kijken. Kijken. Want ja. Ja, van ik ga mijn kanaal helemaal een vlogkanaal van maken. Dat ja, kokerij, dat zie ik niet echt van komen niet, want ja, er komen steeds dingen tussen. Ik denk dat met kokerij daarmee ga stoppen helaas. Ik denk dat het een volledige vlogkanaal wordt, dat kanaal van mij. Dus ja, het is het plan dat ik maandags en vrijdags ga vloggen. Dat is nu eerst het plan wat er staat. Dus ik hoop een beetje minder licht hier. Dus ja, ik. Ja, dat is wel het plan dat ik even ja, een volledig vlogkanaal maak. En dat de kokerij en dat al andere soort dingen allemaal verdwijnt op mijn kanaal. Dus alleen het vlogkanaal wat. Ik ben er bezig. Het kanaal moet nog aangepast worden. Dat moet ik nog even doen. Dus maandag en vrijdag ga ik dan vloggen. Dus dat is wel even het plan. Dus ik ben nu aan het vloggen, dus gaat zeker goed komen. Ik ben ook eten klaarmaken, dus het is ook weer lekker. Even lekker eten. Dat is even lekker de eterij hier. Dus ja, voor de rest wat ik vandaag gedaan heb. Dus dat wil ik jullie even. Dat mijn kanaal waarschijnlijk een volledig vlogkanaal wordt. Alleen vloggerij. De kokerij gaat eruit, want dat zie toch niet meer van komen, niet meer. Dus het is jammer, maar fijn. Ja, ik moest een beslissing nemen. En ik denk, ik maak er gewoon een volledige vlogkanaal van. Waarschijnlijk ook een andere naam, maar dat weet ik nog niet zeker. Als er een andere naam komt. Maar het wordt een volledige vlogkanaal. Dus dat andere, ja, de kokerij, dat ga ik helaas mee stoppen. Ik denk niet dat ik daar meer aan toe kom. Dus dat, ja, het is jammer. Maar ja, ik kom daar niet meer naartoe. Aan de vlog, aan het kokerij niet. Het is jammer, maar het wordt een volledig vlogkanaal. Wat ook leuk, twee keer in de week vloggen. Dus het gaat zeker goed komen. Dus dat één op mijn kanaal. Ik kom er nog wat was vaker op terug op mijn volgende vlogs. Wat heb ik vandaag gedaan? Vandaag heb ik gewerkt. Ik ben achter een andere stickermachine gestaan. Dus dat is ook wel heel leuk. Gisteren uit eten geweest van het werk. Dus dat is ook wel heel leuk. Dus is dat ook altijd heel leuk. Dus dat ben ik uit eten even, dus met het werk. We zijn met het werk en uit eten geweest. Dus dat is altijd weer leuk. Dus ja. Dat ja. Dus ja. Weekend gaan doen. Of vroeg naar moeder toe. En dan koffie drinken. En morgenmiddag naar broer, schoonzus. Dus dat gaat mijn vriendin ook mee. Dus dat wordt wel gezellig. En voor de rest, ja, wat van weekend gaat doen, ja, even kijken. Het wordt niet zo mooi weer, geloof ik, wat koud. Dus het wordt niet, het weer wordt niet zo denderend. Dat is wel een beetje jammer, maar fijn, ja, dat is de tijd van het jaar waarschijnlijk. Dat is de tijd van het jaar, dus... Of, in ieder geval. Werd bedreigd, dus ja, door de onderwereld. Dus dat is ook weer, ja, ook weer een... Dus dat is ook weer veel het nieuws. John van Heuvel wordt bedreigd door de onderwereldfiguren. En ja, Peter de Vries heeft zich ook weer even... Ben je bemoeid, want dat doet, ja, hij is vaker bedreigd geloof ik, duurt er 11 maanden en ja, Peter de Vries was er een beetje kwaad om, ja, die zei, ja,
Na 11 maanden gaan jullie eigenlijk eindelijk wat aanpakken. Want Rutte zei, ja, we gaan die klootzakken pakken. Ja, als het al 11 maanden aan de gang is en nu gaan we opeens de klootzakken pakken. Dat is wel een beetje vreemd. Enfin, hij werd bedreigd of is nog bedreigd, ik weet het niet. Hij kon niet, van de week niet in de studio komen van RTL Boulevard niet. Dus, kachel is warm, kachelbuizen. Dus kon hij niet inkomen. Dus hij werd bedreigd en hij heeft nu strenge bewaking. Ik weet niet, als het nu ook nog zo is, denk het wel. Dus John van Heuvel wordt bedreigd, dat is niet zo leuk, maar fijn. Ja, dat heb je, misdaad journalist, maar fijn, ja. Je hoeft natuurlijk mensen niet te bedreigen natuurlijk. Dat slaat ook even helemaal nergens op. Maar fijn, die werd bedreigd, of is nog steeds bedreigd. En hoe het verder ontwikkeld, daar moeten we even... gaat nou dus. John van Heuvel wordt bedreigd of is bedreigd of wordt nog bedreigd. Ik weet het niet zeker, maar fijn. Dus dat is niet zo mooi. Maar fijn, ja, dat is niet zo leuk dat John van Heuvel wordt bedreigd. Dus dat is... dat weet ik eigenlijk ook niet, maar fijn. Hij werd bedreigd. Dus ik weet niet of hij nog bedreigd wordt, maar hij werd wel bedreigd, dus dat is... Even eten. Ik maak geen pasta. Gisteren niet gegeten. Gisteren bij de wok geweest in Jouden, dus moet ik even eten. 6:30 ga ik eten. Dus dat is lekker. Ja, helaas geen kokerij meer op mijn kanaal, want ik heb over nagedacht en ik kom er niet meer naartoe. Hoe laat weet ik ook niet, maar ik kom er echt niet meer naartoe, jongens. Dan beloof ik jullie allemaal dingen en zo en dan gebeurt het niet. Dus dan heb ik besloten om ermee te stappen. Gewoon de vlogs gaan wel door, dat is altijd wel leuk. Gewoon vlogs. Dus maandags en vrijdags ga ik vloggen. Misschien dat mijn naam ook een andere, mijn kanaal ook een andere naam krijgt. Dat weet ik nog niet zeker, ben ik nog mee bezig. Maar fijn, maandags en vrijdags ga ik vloggen. En als vaker in een week gaan vloggen, dat hoor je er nog even. Maar dat, zoals nu staat, is het gewoon maandags en vrijdags, dus dat ik ga vloggen, dat is dan even leuk, dus dat is maar fijn, ja, de printer is nog steeds, niet stuk, maar nog steeds de eentjes op. Ik kom er ook steeds niet naartoe om naar Leeuwarden te gaan, waarom helemaal naar Leeuwarden zou jullie denken, maar fijn, daar hebben ze goedkope eend, denk ik, met een mediemarkt, ook even kijken, want dus als je originele eend hebt van Epson, dan is het net zo duur als een nieuwe printer eigenlijk. En ik vind die eend ook snel opgaan, dus goedkope eend zou beter zijn, maar fijn. In ieder geval lekker in, lekker eten. Lekker weer in. Ja, hoe het er met de toertochten komt, dat hoop ik wel even van de zomer doorgaat, maar ja, fijn, dat is nog lang niet zo ver. Dus in de bossen, ja misschien, ja. Vrijdagavond in de bossen, dat wordt het natuurlijk voorlopig echt niks. Dus moet even kijken, maar... Ik heb nu even gepland dat er maandags en vrijdags een vlog komt. Er komen alleen maar vlogs op mijn kanaal nu. En de kokerij heb ik weggedaan. Jullie zullen wel kwaad op mij zijn. Ja, dat kan ik ook even niks doen. Maar ik heb nagedacht, jongens. En ik kom er niet meer naartoe om kookblogs te maken. En ik wil toch met mijn kanaal doorgaan. Dus daar blijven vlogs op komen. Ook altijd leuk. Dus jammer, jongens. Maar ik heb nou weer nagedacht. Ik kom helaas niet meer naartoe, jongens. Ik kom er niet meer naartoe om kookblogs te maken. Dus weekends helemaal nog niet. Dus in ieder geval. Dan ga ik zo even eten. En nog even boodschapjes doen. Want het is donker. Pikdonker buiten, hè. Pikken donker. Dat gaat zeker goed komen. Maar fijn, ik ga deze vlog weer sluiten. Er komen wat langere vlog of wat kortere vlogs. Maar fijn, dat moet ik even uitzoeken. Maar ik hoop jullie hier dat even een leuke vlog vonden. Helaas is het kokerij gebeurd. Helaas kom ik daar niet meer naartoe. Dan heb ik besloten om daarmee te stoppen. Helaas. Ik kan ook niks doen. Ik kan jullie wel dingen beloven. Maar ja, als ik dat niet nakom, dan heeft het ook geen zin meer om daarmee door te gaan met de kokerij. Ik kom er gewoon echt niet meer naartoe, jongens. Ik weet niet wat het is, maar ik kom er niet meer naartoe. Maar gewoon de vlogs blijven wel. Maandags en vrijdags komen de vlogs. En misschien met mijn kanaalnaam nog wat veranderd wordt, ik weet het nog niet zeker. Dat moet ik nog even bekijken, ik moet er helemaal nog even mee bezig. Dus dat gaat zeker wel goed komen. Zeg, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal.
En volg mij op Instagram en Facebook. En ik zie jullie maandag weer terug met nieuwe vlogs. Dus zeggen prettig weekend en tot maandag. Doei!